Samengevat is dit mijn uitspraak. Ten eerste, de stad Dendermonde herstelt op haar eigen kosten de vroeger bestaande verharding op de gelijkgrondse berm. En Eddy onderhoudt die plaats in de toekomst. Ten tweede, Eddy krijgt over die plaats een strikt persoonlijk, niet overdraagbaar recht van overgang voor zijn eigen voertuigen. Ten derde, de kosten voor het plaatsen van paaltjes die moeten geplaatst worden zijwaarts aan het voetpad, die kostprijs voor het plaatsen wordt gedragen, elk voor de helft, door Eddy en de stad Dendermonde.